De RIS Factory, een mooi voorbeeld van de innovatie uit 10 jaar Brandweer Twente. Hier leren we kinderen dat je veiligheid zelf in de hand hebt. In deze video vertelt David over de oprichting van de RIS Factory en Stefan over wat de RIS Factory vandaag de dag bijdraagt. De RIS Factory is ontstaan op initiatief van Brandweer Twente, maar is nadrukkelijk in samenspraak met verschillende partners tot ontwikkeling gebracht. Rond 2013 zijn we begonnen met de ontwikkeling ervan en was ik als teamleider projectleider van het project RIS Factory. En samen met Stefan Muus en een heel multidisciplinair team hebben we de RIS Factory opgebouwd, wat geleid heeft tot de opening van de deuren van de RIS Factory in 2014. De RIS Factory is een educatiecentrum in het kader van veiligheid. En dan is veiligheid in de breedste zin van het woord. Hier leren wij kinderen risico's te herkennen, maar vooral belangrijker nog hoe hiermee om te gaan. Brandweer Twente is initiatiefnemer van het concept, maar we doen het natuurlijk niet alleen. Hè. We hebben daar de hulpdiensten bij getrokken, dus politie, GOR, GGD, veiligheidsbureau. Ja, dat maakt dat we veel expertise hadden en daarmee hebben wij dit volledige programma neer kunnen zetten. Nou, de ervaringen zijn super tof. Wij halen voor de leerkrachten en leerlingen, die waarderen ons echt rond een rapportcijfer 9. Alleen waar het echt om gaat natuurlijk is dat we ook een leereffect hebben. Dat hebben we laten onderzoeken. Daarmee weten we dat als kinderen hier zijn geweest 300% meer kennis hebben. Ze willen iets doen met wat ze hier geleerd hebben. En het heeft ook nog een lange termijn effect. Met andere woorden, wat we hier doen, dat doet ertoe. Super tof dat dit initiatief is geïnitieerd door Brandweer Twente. Maar laten we vooral niet de partners vergeten, maar ook onze eigen begeleiders. Inmiddels meer dan 40. En zonder deze mensen maken wij dit lesprogramma simpelweg niet tot een succes. Daar zijn we echt super, super trots op.